wat een rommelige opening, maar ja, wat wil je? Er zit wat spanning op uiteraard. Dus voorzichtig rijdt Troef. Ontzettend veel ruimte aan de rechterkant. Holst gaat dan de drukte weer in. Sanusi zou Verhaar het eigenlijk een beetje breed moeten houden. Dat doet hij nu ook. Verhaar, Friday, dit ziet er dreigend uit. Want daar komt Muren. Muren met de kans. En Muren niet met het doelpunt. Want Tel van Kamp heeft hem. Wat een kans voor Muren. Je verwacht eigenlijk een stiftje van de Volendammer. Fijne bal dit van Verhaar. Door de benen van zijn directe tegenstander zoekt hij Friday. Dat hakje mag er ook zijn. Precies in de loop. Dat levert de eerste grote kans van deze wedstrijd op. Friday, mooi gevoetbald. Muren voor de goal. Spierings voor het doel. En dit is de eerste corner van de wedstrijd. Corner Sparta. En daar is het doelgoal die langs de bal gaat. Eigenlijk verzuimd binnen te knikken. De tweede grote kans voor Sparta. Het is daar heel druk. En Toeko, ja, die reageert een beetje laat. Was vooral druk met zijn tegenstander. Goed ingespeeld door Veldmaten. Ligt nu ruimte aan de linkerkant bij Klok. Een loon werd tegen het kunstgras gewerkt. En dat betekent dat Emmen een vrije trap krijgt. Je zou zeggen, dit is een afstand om het toch maar eens te proberen. Om Nienhuis maar eens te testen voor de eerste keer. Akko Jansen lijkt het wel te willen proberen. Jansen, nee, kiest toch voor de voorzet. En die is goed. En dwingt Nienhuis tot een reflex. Eerste grote kans ook voor Emmen. Daar komt Veldmaten weer. En daar is ook Nienhuis weer. Goed aangesneden, de vrije trap. Gronsveld snijdt Spierings de pas af. Spierings die vervolgens de overtreding maakt. Ja, dat roept hij toch een beetje over zichzelf af. Omdat hij gewoon in eerste instantie staat te slapen. Spierings. Vrije trap hebben. Juri Loen achter de bal. En Nienhuis met meer geluk dan wijsheid. Het is duidelijk waar de kracht van Emmen ligt. Er zijn de spelhervattingen. Daaruit worden ze gevaarlijk vandaag tegen Sparta. Verhaar lanceert zichzelf nu. Maar daar is ook Tel van Kamp nog. En die lost het op. Buitenspel is het. We stormen er 3-4 af op Nienhuis. Het is Jansen die de bal niet weet te schampen. Holst terug naar Verhaar. Verhaar met Klok. Overtreding. Ja. Thomas Verhaar met de vrije trap. Doegal in het zijnet. Het is een stevig duel daar waar Spierings probeert los te komen. Ja, als de scheidsrechter daarnaar kijkt. Ja, we horen Lindhout een aantal keren zeggen, ik ga hervatten met een doelschop. En dat doet hij dus. Geen strafschop voor Sparta. Nou, dit duel, de eerste overtreding. Die dikke overtreding werd echt overduidelijk gemaakt door Banning. Bel. Jansen. Zwervend over het veld. Friday. Zet het op een loper nu. Friday is een stukje sneller dan zijn tegenstander. Is er ook steun voor Friday? Muren komt. Muren moet afdrukken. Muren, nee, hij scoort niet. Wat een kans voor Sparta om die oh zo belangrijke uitgoal hier mee te pakken. Robert Muren na voortreffelijke actie van Fred Friday. De tweede 100% kans toch voor de nummer 10 van Sparta. Schitterende bal van Friday. Maar hij scoort weer niet. Vechten, kleunen. En maar kijken of het een keer goed valt. Misschien uit een hoekschop. De corner is van Juri Loen. Bilater staat helemaal vrij bij de eerste paal. Loen mag het nog eens gaan proberen. Weer Juri Loen. Weer is het gevaarlijk. Maar heeft die bal hangen. En gooit Nienhuis zich ervoor. En blijft Sparta op de been. Maar begint het zo langzamerhand wel te wankelen. Van goed voetbal is echt
geen enkele fase sprake geweest op de Oude Meerdijk. Maar goed, dat kan je ook niet verwachten als de belangen zo groot zijn zoals ze vanavond zijn. En zoals ze komende zondag ook weer zullen zijn. Conclusie na deze avond, deze frisse, kille donderdagavond in Emmen, is dat het nog altijd erg spannend is in deze tweestrijd.